Voor deze heerlijke soep begin je met het maken van de bouillon. Wanneer je de bouillon gemaakt hebt, zeef je de bouillon en daaraan voeg je de kip toe. Dan zet je het op laag vuur en dan laat je dat zo rustig garen. En dan 30 minuten haal je de kip uit de pan. Dan smelt je boter in de pan. Dan gaan de aardappelen bij en vervolgens de groenten. Dat bak je even mee, maar je laat het niet bruin worden. Wanneer je de groenten even hebt meegebakken, gaat daar de kip bij. Die heb je natuurlijk na het koken eerst laten afkoelen en vervolgens geplukt. Dan gaat de bouillon op, gevolgd door de slagroom. En dan kook je de waterzooi gedurende 15 minuten en de aardappelen zijn dan bijna gaar. De soep breng je dan op smaak met peper en zout. En vervolgens roer je de eierdooiers los met een klein beetje room. Dit gaat dan bij de soep. Dan haal je het van het vuur